Ik speelde alle wedstrijd met Fortjes tegen Zeeburgia. En na die wedstrijd kwam Mike naar me toe, want hij wist natuurlijk dat Fortjes failliet ging. Vroeg hij of ik hier naartoe wilde komen. En ik moet eerlijk zijn, ik ging toen eerst naar AFC weer. En daar wilden ze me in de C2 zetten en ik wilde niet in de C2 spelen. Toen ben ik toch naar Zeeburgia gekomen. Waarom heb ik Rijvel hierheen gehaald? Wij speelden voor de beker tegen Fortjes. Fortjes speelde landelijk, wij speelden hoofdklasse. We hadden één landelijke competitie. Wij wonnen die wedstrijd. Er waren meerdere spelers die wilden komen. Maar wij wilden alleen Rijvel, omdat hij de kerst op de taart gezet was. Ik keek naar de training van mijn broertje natuurlijk. Want die werd natuurlijk ook getraind door Mike Kolff. Dus ik leerde ook daarvan. Wat ik belangrijk vond van hem, is dat je zag dat hij een leider was. Dat had hij zelf nog niet door. Maar het was wel een voetballer waarvan je als trainer wist, als je hem centraal stelt, dan gaan ook anderen beter worden. En dat is ook gelukt. Het kernpunt van Mike is denk ik in mijn ogen de discipline. Als je hier kwam, begon je ook gelijk met rondjes om het veld rennen, opdrukken. Een beetje de militaire manier eigenlijk. Maar het hield wel jongens van de straat en dat was het belangrijkste. Wat ik hem bij moest brengen, is dat verliezen er ook bij hoort. Als er iemand slecht tegen zijn vlies kwam, dan was het Rijvel. Wat ik de Zeeburgianen van nu wil meegeven, is dat Rijvel het voorbeeld is van iemand die niet alleen zegt wat hij wil bereiken, maar die er ook echt alles voor deed. Deze jongen stond gewoon op het veld, kon extra trainen, deed echt alles om zijn doel te bereiken. En de mentaliteit heeft hem gewoon vergebracht. Ja, na mijn eerste jaar hier bij Zeeburgia mocht ik bij Telstar een testwedstrijdje doen. Ik heb dat niet gehaald, ze vonden het niet goed genoeg. Toen heb ik nog 2 jaar hier bij Zeeburgia gespeeld. En het eerste jaar was ik, ging wel oké, maar ik, niemand die echt aan mij trok of zo. Dat jaar daarna ging echt super goed. Toen scoorde ik ook aan de lopende band. Ik werd ook captain en ik was een dragende speler. Bijna echt de hele eredivisie die wilde mij hebben. Ik moest eerst een wedstrijdje spelen met Zeeburgia tegen Ajax, B2. En achteraf bleek dat die wedstrijd speciaal voor mij was georganiseerd. En ze vonden me wel goed spelen. En daarna mocht ik stage lopen elke vrijdag bij Ajax. Er werden altijd spelletjes gespeeld in de kleedkamer. Iemand was wel eens zijn slipper vergeten. Dit is allemaal zo versleten nu. Maar als ik eerlijk ben, toen ik klein was, dacht ik niet aan hoe groot het was. Ik denk ook niet dat de jeugd van tegenwoordig nu ook denkt van ze hebben slechte douches of zo. Maar dat nieuwe pand mag wel komen vanaf nu. Ja, mijn afbeelding in de kleedkamer, dat is echt super mooi. Ik ben er ook echt super trots op dat ik hieraan kon meedoen. Ik denk dat mijn imago staat voor vechtlust, vallen en opstaan en vooral plezier maken. En ik hoop dat de jeugd daarmee geïnspireerd wordt. Ja, natuurlijk wil ik daar vertekenen. Something you feel, cause see, gangsters don't break, we're made of steel, cause we're unstoppable, baby.